Dus dat moet opnieuw gealigneerd worden bij het vervangen van de printkop of als de printkop verwijderd wordt en opnieuw geplaatst wordt. Om die te aligneren drukken we op Align Printhead en volgen we de stappen in de software. We gaan de glijder helemaal aan de uiterste positie zetten en dan terugschuiven tot het A4-blad aan de rand zit. We gaan een A4-blad in het toestel inladen om de alignering te kunnen laten voltooien. Je opent de glijder helemaal naar links. Je legt het A4-blad in het toestel. Dit is het nulpunt. Je duwt het er niet helemaal in het toestel. Je legt het gewoon daar tegenaan. En dan zet je de glijder tegen het vel aan. En dan kan je nu het vel verder duwen totdat het toestel het papier opneemt. Het vel is ingeladen, dan kan ik nu op Next drukken. En dan rest me nu nog om de kap te sluiten. We sluiten de kap. En het toestel zal nu automatisch de aligneringsprocedure beëindigen. Het toestel is klaar met de alignering zodra de pagina uitgespuwd wordt. Je haalt het vel uit het toestel en dan is dit het resultaat van de aligneringspagina. Als we kijken, dan zijn de papegaaitjes. Dit is wazig en is verscherpt. Op het einde van de alignering krijgen we een bericht dat de alignering geslaagd is. Je drukt op OK en vervolgens op Next en op Finish. Het toestel staat nu terug klaar om te printen.